dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag dag 2 en het is nu 9:45 en wij gaan nu naar het ontbijt toe. En ik heb heel veel zin in het eten. Dus wij gaan daar nu heen en ja. Have it in the swimbad. En we gaan nu eventjes naar beneden toe, eventjes om te kijken. En het is nu net 3 uur geweest en we hebben de hele middag gezwommen. En het was super lekker. En voor je kan hier niet zeg maar lunchen, echt zeg maar. Wel ontbijten en avondeten. Dus hebben we gewoon, toen we gingen ontbijten, hadden we gewoon wat eten meegenomen zodat we hier konden eten zeg maar. Omdat we alleen maar in onze hotelkamer zijn zeg maar. Dus ik ga nu eventjes, ja, klaarmaken en mijn haar doen, dat is nog helemaal in de war. Maar dat was echt super lekker. Ja, vanavond weer. En trouwens, dit was een verrassing. Oh nee, een verrassing. Dit heb ik dus gekocht. En deze werkt echt super goed. En ja, het is echt super cool. Ik dacht eigenlijk dat de kwaliteit veel minder zou zijn. Maar het is echt een hele goede kwaliteit. En ik ben er echt heel erg blij mee. En dan heb je zo'n onderwaterhoesje erbij en zo. En zo'n stok. Ik ben erg blij mee. En, ja. Dus ik ga me nu eventjes klaarmaken en hier heb ik heel veel make-up. Stoppie! Daar is de badkamer. Kijk hoe mooi. Dit is mijn outfit voor vandaag. Ik heb deze aan. Er zijn met New York City erop. En deze schoenen en gewoon een simpele zwarte broek. Dat heb ik voor vandaag aan. En ik vind deze badkamer zo mooi. Ik wil dit later ook met het marmer. Ik hou er echt heel erg van. Nou jongens, ik heb ook mijn make-up gedaan. Want het is nu 5:15 en we gaan nu zo eten. En ja, ik heb highlighter op en ik heb ook oogschaduw op. Ik weet niet of het heel goed kan zien zo. Maar ik vind dat het echt goed gelukt is eigenlijk vandaag. En ja, lipstick. Dus ja, ik ga me nog eventjes snel klaarmaken. En dan gaan we naar beneden toe om lekker te gaan eten. Want we gaan gewoon vroeg eten zodat we straks weer kunnen zwemmen. En ja, gewoon weer lekker rustig aan kunnen doen. Dus toppie. En dit is de laatste dag alweer. En morgen moeten we om 12 uur alweer hier weg zijn. Dus ja, deze spiegel is ook echt super mooi. Kan je jezelf echt heel goed zien. Dus love it. En ik ga het nog even beter laten zien. Oké, dit is mijn make-up. En dit zijn mijn ogen. Op een of andere manier vind ik hier de mascara het mooist. En hier de oogschaduw. En deze lipkleur past er niet super erg bij, maar ja. I don't care. Ik heb batterijoplader zeg maar vergeten. De oplader voor de batterij van de camera. Ik ben trouwens de oplader vergeten voor mijn camera. Dus ik moet heel erg voorzichtig doen dat hij niet leeg gaat. Dus